Roger that! Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Cineac Pietje Bel. We beginnen vandaag de uitzending met Rotterdammers die de straat op zijn gegaan om te demonstreren tegen de bezuinigingen op de ideebanen. Wat gebeurt hier vandaag? Wat gebeurt hier vandaag? Je ziet ze zelf toch? Wat is er dan? Ze willen duindroppen en speeltuinen dichtmaken. Waar gaan de kinderen naartoe? Toch? Ja. Dat is ons probleem. Dan is er geen plek meer voor de kinderen om te... Nee, toch? Wat moeten ze? De straat op? Drugs voor kopen wanneer ze groot worden? Ja. Toch? U werkt ook bij duindroppen? 17 jaar. Vanaf het begin van nieuwe banen. En wat zou dat voor u betekenen als ze nu stoppen? Vreselijk pijn. Meneer, ja. Waarom loopt u mee? Omdat we ons werk willen behouden. Wat voor werk heeft u? Ik zit in de Rotterdamse haven, werken wij voor de gemeentelijke havendienst werken wij. En wij willen ons werk houden vanwege het verhaal. Heeft u dan een ideebaan in de haven? Al meer dan 14 jaar. En waarom is dat geen gewone baan geworden? Omdat het een doorstroombanen waren vroeger. En de bazen hebben een politiek spelletje gespeeld, samen met de politiek, om de mensen door te laten stromen. Maar er is nooit wat van terechtgekomen. Waarom wij zat hier voor regelbaan en voor ideebaan gaat afschaffen, maar wij kijken met Abu Talib wat ga je voor ons doen. Ja. Nou, dus het is voorbeeld. Heeft u ook een ideebaan? Nee, regelbaan, maar ik wil vechten met onze collega's. Ik heb nu nog een ideebaan, maar eigenlijk willen wij geen ideebanen. Wij willen gewoon vaste banen, witte banen. De baan moet gewoon omgezet worden naar een echte baan? Nee. Gewoon een echte baan, ja. Dat wij dus eindelijk eens zekerheid hebben. Leo de Klein van de SP, al die mensen aan het strijden voor hun banen. Ja. Wat gaat er nou gebeuren, denk je? Goed. Nou ja, kijk, wat tot nu toe het college heeft gezegd, dat de ideeërs, mensen met een ideebaan die niet bij de gemeente Rotterdam werken, dus niet bij de Roadtap of bij Stadstoezicht, daar moeten we eigenlijk vanaf. Omdat er geen geld meer voor is. Dus mensen bij die duimdroppen werken? Ja, mensen bij de duimdroppen, bij de speeltuinen, maar ook bij een aantal buurthuizen en nog en zo. En dat zijn er toch nog wel behoorlijk wat als je dat... Ik sprak mensen die werken al 17 jaar, doen ze dat werk? Ja, absoluut. Ja, ja. Okay. Ja, en die hebben natuurlijk ook gewoon, een groot gedeelte van die mensen die zijn ook al op leeftijd. Dus stel dat ze ontslagen worden, die vinden never nooit niet meer ander werk. Dus dat gaat gewoon linea recta de uitkering in. Ik ben al sinds... 93 in een ideebaan gekomen. Ze hebben me nooit door laten stromen. Ik ben nu 62,5 en nu zou ik eruit moeten. Zelf vind ik het nog het meest stomme dat, noem maar bijvoorbeeld de speeltuinen. Een hoop van deze mensen die werken daar, zorgen ervoor dat die open kunnen blijven en een goede dienstverlening hebben, die kinderen gewoon lekker kunnen spelen. En als je ze gaat ontslaan, ja, dan zeg je als stad ook dat er gewoon straks her en der gewoon geen speeltuinen meer zijn, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk het meest stomme wat je kunt doen. Het gaat erom, als de gemeente nu alles dichtgooit, dan krijg je nog meer overlast, nog meer vernielingen. Dan kost de gemeente meer als nu deze duimdroppen. En dat is gewoon zo. Heeft u nog hoop dat het goed gaat komen? Of? Ik hoop het. Kijk, ze blijven geld sturen naar Griekenland en de kinderen van ons, toch? Ja. Wat gebeurt met onze kinderen? Toch? Moeten ze morgen drugs gaan verkopen? Ja, ze gaan bezuinigen op de kinderen. En ik vind gewoon van, dat moet ze gewoon openlaten. En ze sturen wel geld naar Griekenland. Dat mag wel dan. Maar speeltuin en duimdroppen openhouden, nee, dat moet bezuinigen. Op de kinderen, dat kan gewoon niet. Mensen maken allemaal de vergelijking en zeggen, ja, aan de ene kant wordt er geld in Griekenland gestort en wij hebben dadelijk niks. Ja, dat is ook zo. Kijk, als je het in het grotere geheel bekijkt, dus wat er feitelijk gebeurd is, is dat we iets van 40 miljard hebben gestoken in het redden van de banken die er een puinhoop van gemaakt hebben. Vervolgens wordt dat verhaal
op de overheid, dus op ons allemaal, moet er 18 miljard bezuinigd worden door het kabinet. En die gooit het weer over de schutting bij de gemeente. En vervolgens zijn deze mensen daarvan de dupe. Dat is natuurlijk wel geweldig zuur, ja. Wat zou dat nou voor u betekenen als ze er toch mee stoppen? Dat kost het mij een heleboel geld. Ik moet er heel veel voor inleveren. Ja. Dus, en dat is jammer. Maar er schiet niemand wat mee op toch als u eruit gaat? Nee, er schiet ook niemand mee op, want ik ga weer in de sociale dienst. Ik krijg weer lekker huursubsidie en ik ben blij met mijn werk. Het kost eigenlijk net zoveel. Misschien iets meer. Meer misschien. Maar wat maakt het uit? Misschien ga ik nu thuis zitten en ziek worden. Ja. Is er in de gemeenteraad een stroming die ervoor gaat zorgen dat het gewoon wel doorgaat? Of zijn jullie alleen? Nou, dat denk ik niet. Want ook andere partijen die zien ook wel in dat op het moment dat je echt gewoon al die mensen zou ontslaan, dat je ook een groot probleem hebt in het welzijnswerk, bij de speeltuinen en allerlei andere voorzieningen. En dat gaat eigenlijk nog op de langere termijn nog duurder worden. Want dan moet er een hoop gesloten worden. En dan moet je misschien over een aantal jaren moet je gewoon weer mensen gaan aannemen enzovoort. Dat is allemaal nog lang niet besloten. Sterker nog, er is eigenlijk nog niet eens een stuk vanuit het college waarin staat wat er dan moet gebeuren. En is het nog steeds een beetje openhouden? Nou, en zeker op het moment dat er nu geregeld is voor die ID-baners bij de gemeente om die in dienst te houden, te witten. Ja, dan krijg je ook het hele verhaal van gelijkheid voor iedereen die in die regeling zit. Vind ik dat iedereen daar een sterke zaak heeft. Ja. En dat ook de gemeente echt alles uit de kast moet trekken om ervoor te zorgen dat die mensen gewoon kunnen blijven werken. De democratie-caravan gaat naar Damascus. Dit is inderdaad de democratie-caravan, the route to Damascus. Nou, het woord zegt het al, deze caravan gaat naar Damascus en die gaat door allerlei landen heen richting Syrië. Onderweg praten we met mensen en met Syriërs en met andere mensen die een visie hebben over hoe het land democratisch kan worden. En u bent hier een beetje blaadjes aan het uitdelen, met de mensen aan het praten. Wat is dat precies? Dat zijn flyers van het project, de Route to Damascus. We proberen mensen betrokken te houden bij Syrië, omdat tegenwoordig de revolutie al best wel lang gaande is. En dat dan toch vaak een beetje onderaan de agenda van mensen verschuift. En we proberen met de caravan om aandacht te trekken op deze manier steunbetuigingen voor Syrië te verzamelen, die we in Syrië willen afleveren op het moment dat het regime valt. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen, dit plan? Dit plan is zoals ieder plan, dat komt uit liefde voor het vaderland. En wij willen graag dat de mensen weten wat er daar speelt. En we willen ook met mensen in gesprek over wat er daar speelt. En met elkaar ons hart zetten voor ons vaderland. En wat verwachten jullie mee te bereiken nu uiteindelijk? Wij verwachten daarover te praten. We verwachten steunberichten van de mensen, dus ook van u en van hem en van iedereen. Dat jullie sterkte wensen aan de mensen die daar de strijd voeren voor vrijheid en democratie. Hoe reageren de mensen erop die u aanspreekt? Tot nog toe wel goed. Ja, er zijn natuurlijk altijd passanten die haast hebben en door willen lopen of geen interesse. Maar de meeste mensen die even de tijd nemen om stil te staan, die weten wel wat er in Syrië gebeurt. Of weten in ieder geval in de verte dat er iets gaande is. En vinden het een goed initiatief. Wist u dat Nederland het minst stedere land van Europa is? We staan hier bij de Knuffelmuur. Waarom is dit eigenlijk hier precies?
Ja, Milka heeft een onderzoek uitgevoerd in een achttal Europese landen. En daaruit blijkt dat Nederland het minst tedere land van al die acht Europese landen is. Slechts 16% van de Nederlanders noemt zichzelf teder. En dat is natuurlijk een gegeven waar we wat mee moeten. En vandaar dat we vandaag de straat op zijn gegaan om met de Milka-koeien, de bekende lila Milka-koeien... En mensen een duwtje in de rug te geven om wat tederder te worden. Onder het motto durf teder te zijn. Dus eigenlijk zoals je ziet zijn de koeien allemaal mensen aan het knuffelen. Sporen aan om elkaar te knuffelen. Kusjes worden eruit gedeeld. Je merkt echt dat er heel enthousiast op gereageerd wordt. Het gaat aan het eigen gebeuren. Ook ik moet me wagen aan deze tederheid. Want ja, zelf ben ik best wel teder. Dus let's go. Ja, dit wordt mijn moment. Ik zit even moed te verzamelen nu. Dit was echt mijn meest tedere moment van mijn leven tot nu toe. Bedankt. Twee weken geleden zag u al deel 1 van Jim Posma en zijn krantenverhaal. Deze week deel 2. Wat deze stad en deze regio mist, dat is gewoon weer een typisch Rotterdamse krant. Zoals het Parool in Amsterdam van landelijk helemaal is teruggegaan naar regionaal Amsterdam. Dat de voorpagina van het Parool, er staan 5 of 6 berichten over die allemaal over Amsterdam gaan en over de regio gaan. Dat hebben ze 3 jaar geleden besloten, is nu een groot succes geworden in Amsterdam. Ze maken dus nu ook forse winst, wat ze daarvoor als landelijke krant niet maakten. En daarnaast zijn ze ook nog een kwalitatief goede krant, hè? Kwalitatief zijn ze dus zeer goed, want de meeste Amsterdammers die lezen hem. Zou zoiets nou in Rotterdam ook kunnen, denk je? Zeer zeker. Waar behoefte dan is, zou kunnen zijn, dat is een Rotterdams Parool. Ja. Maar goed, dat moet je ook even bij de feiten houden. Dus we hebben dus nu dat Algemeen Dagblad en die bijlagen erbij. Alleen in mijn zienswijze zouden ze de formule moeten omdraaien. De formule omdraaien, dat betekent dat je het eerste gedeelte of het eerste katern van die krant specifiek moet gaan richten op Zuid-Holland. Daar zit ook de grootste potentie van abonnees. En dat je het tweede katern meer moet gebruiken voor buitenlands nieuws en andere zaken. Ja. Maar de potentie voor een typische Rotterdamse krant, die ligt er nog zeker. Wat doe je met Feyenoord in het Algemeen Dagblad? Feyenoord Utrecht, om er even een voorbeeld te geven. Ja? Het accent ligt dan ook in die krant. Het ligt dus duidelijk niet op Feyenoord. Nee. In het oude Vrije Volk, maar ook in het Rotterdamse Nieuwsblad. Als Feyenoord kampioen werd of weet ik veel, de cup hadden gewonnen in de Europa Cup. Nou, dan was de hele pagina, al de voorpagina en binnenin, dat was 3, 4 pagina's was dat Feyenoord. 3 jaar geleden een soort poging gedaan om weer een Rotterdamse krant van de grond te krijgen. Ja, dat klopt. Dat was in ieder geval Rotterdam vandaag en morgen. Daarin zijn mijn collega Geert-Jan Laan en ik ver in gekomen. De bedoeling was om een ochtendblad ervan te maken. Dus dagelijks, van maandag tot en met zaterdag. We zijn er ook ver in gekomen bij onder meer de Rabobank. Maar dat ging aardig wat geld kosten. En op dat moment in dat jaar, dat was 2008, brak de kredietcrisis uit. De krant op zichzelf was een succes. Die vlogen weg uit de bakken. In die tijd. In oplagen, beginnende oplagen van 50.000. Nou, en dus wij hadden het, het grote geluk, zeg ik dan ironisch, dat we voor 7 nummers een succesvol krantje hebben kunnen maken. Alleen, door die kredietcrisis, er kwamen geen advertentie en toestanden bij. Je kan dus een Rotterdams Parool kun je dus terugbrengen. Maar dan met precies dezelfde formule als het Amsterdams Parool. Ja. Ja? Dus op je voorpagina ontzettend veel nieuws uit je stad. En niet dat er dan in Rotterdam zoveel allochtonen wonen die de krant niet kopen of
die daar geen interesse in? Nee, dat heeft helemaal niets mee te maken. Nee. Hoe vaak ik het niet meemaak, het is geen kritiek op mijn collega's hoor. Want, die zitten ook met z'n drieën, zitten ze allemaal ja, pagina's te ook steeds meer bezuinigen. En die kranten tegenwoordig worden geleid door allemaal managers. Hè? Ja. Want die bemoeien zich veel te veel met die kranten en met budgetten en toestanden. Ja, als je een goede, sfeervolle achtergrond Niels en met name ook Niels uit die stad brengt, dan is succes is verzekerd. Jim, hartstikke bedankt voor je toelichting. En laten we hopen dat er iemand kijkt met veel geld en die contact met jou heeft. Ja, ja. Maar ik ben bang voor niet. Ach, je moet nooit de moed verliezen. Ik bedoel, als je nog een doel hebt en een ideaal hebt. En ja. Ik ben natuurlijk ook al een paar jaartjes ouder geworden intussen. Maar dan blijf je, in ieder geval blijf je jong van hart. Mensen worden nog steeds ontslagen. Zaalslag hier in Rotterdam, stond het deel totaalslag in Rotterdam. Dus ben je het eens met dit, gooi je vuist in de lucht. Support je boy met deze shit en zeg, stond het deel totaalslag hier in Rotterdam, stond het deel totaalslag in Rotterdam. Arnon Bonten van GroenLinks. Wij horen bij Cineok TV elke dag komen de mensen die vertellen dat ze per 1 januari ontslagen worden in Rotterdam. Het lijkt wel honderden mensen. Is dat nou zo? Nou ja, de begroting moet nog vastgesteld worden. En ik hoop dat we geen mensen hoeven te ontslaan. Nee. En daar zal ik ook de wethouder aan houden. Maar bijvoorbeeld het grootste deel van de OK-banken wordt opgeheven. Ja. Collectief ontslag aangevraagd voor een aantal mensen. Ik hoor bij een welzijnsorganisatie dat er 90 mensen per 1 januari niet meer hoeven te komen. Ja. Dat zijn toch enorme aantallen. Ja, ik ken de aantallen in totaal niet, maar ik ben het met je eens dat dat niet goed is. Op de eerste plaats niet goed voor de mensen zelf. Want er komen mensen op straat te staan en komen in de bijstand terecht. En dat kost ons als gemeente ook weer geld. En als tweede is het ook heel slecht voor Rotterdam als samenleving. Want heel veel van die mensen die nu bij welzijnsinstellingen werken, die doen heel nuttig werk. Die zorgen dat er bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen in de buurt worden georganiseerd. Die zorgen dat kinderen huiswerkbegeleiding krijgen. Dat zijn hele nuttige functies voor de stad en voor de samenleving. En als die straks verdwijnen, ja, dan wordt het echt heel vervelend. Het lijkt alsof ze al dat soort dingen, dat noemen ze dan ineens linkse hobby's. Ja, en daar mag dan allemaal op bezuinigd worden. Culturele activiteiten mag op bezuinigd worden. Op het armoedebeleid, daar wordt fors op bezuinigd. Maar de rechtse hobby's, daar heeft nooit iemand het over. Die moeten wij gewoon betalen. Ja, die moeten we gewoon betalen. Ja. Hè? De rechtse hobby's, verlaging van de OZB, hè? Dat is de belasting voor huizen. Dus dat betekent dat mensen die in Hillegersberg of in Kralingen wonen, dat die fors minder belasting gaan betalen. De reclamebelasting is afgeschaft in Rotterdam. Ja. En de parkeertarieven die zijn gehalveerd. Nou, dat vind ik, dat noem ik rechtse hobby's. En dat vind ik onverstandig om te doen in een tijd dat er wel heel fors bezuinigd wordt op het armoedebeleid, op hele nuttige functies in het welzijnswerk. Dus dat is ook waar ik het Rotterdamse college toe oproep. Ga nou eens goed kijken waar je op bezuinigt en maak nou slimme keuzes. Pak op dit moment die rechtse hobby's aan en laat het armoedebeleid en laat het welzijnswerk laat dat gewoon buiten. Dan komen we nog wel bij en dan komen we nog wel af. Rutte brengt ons allemaal tot de bedelstaf. Weer een korting daar nog bovenop. Dus roepen wij vandaag. Stappen links op. Aan de ene kant willen ze heel mensen met een uitkering heel hard gaan aanpakken. En aan de andere kant worden alle mensen die dat dan moeten gaan doen, die worden ontslagen. Ja, dat klopt. Dat slaat toch ook helemaal nergens op? En er wordt fors bezuinigd op het reïntegratiebeleid. Hè. Dat is een moeilijk woord voor het begeleiden van mensen van een uitkering naar werk. In de zin van het geven van scholing of bijvoorbeeld een sollicitatietraining. Nou, zulke soort dingen, daar wordt fors op bezuinigd. Aan de andere kant is de verwachting van we gaan heel veel mensen gaan we uit die bijstand krijgen. Nou, de enige manier waarop dat gebeurt is eigenlijk doordat ze hele strenge eisen gaan stellen voordat je recht hebt op een bijstandsuitkering.
En dat vind ik ook niet sociaal. Hè? Want als je aan de ene kant mensen op straat zet, bijvoorbeeld door te bezuinigen op het welzijnswerk. En aan de andere kant zegt van ja, je moet nog maar even 4 weken wachten voordat je een bijstandsuitkering krijgt. Ja, dat vind ik geen sociaal beleid. Wat GroenLinks betreft, wordt het een warme winter? Nou, wat GroenLinks betreft gaan we eens heel kritisch kijken waar we op gaan bezuinigen. Want dat er bezuinigd moet worden, landelijk en in Rotterdam, dat is geen enkele discussie. Als wij in het stadsbestuur zouden zitten, dan zouden wij dat ook doen. De vraag is alleen, waar bezuinig je op? Nou, noem eens één ding waar jij op zou willen bezuinigen. Nou, ik zou die rechtse hobby's, hè, het verlagen van de OZB-belasting, het afschaffen van de reclamebelasting en het verlagen van de parkeertarieven, die zou ik terug willen draaien. Dus wat mij betreft gaan we naar het niveau van 2 jaar geleden. En dat levert al tientallen miljoenen op. Ja. Daarnaast kan je eens kijken, zouden we bijvoorbeeld in Rotterdam, we zijn eigenaar van heel veel parkeergarages in Rotterdam. Hele dure parkeergarages die heel veel gekost hebben. Als we die nou eens zouden verkopen. Hè, dus als we het parkeerbeleid, als we dat zouden uitbesteden. Dan zou dat heel veel geld op kunnen leveren. Wat we kunnen gebruiken om te gebruiken voor een goed armoedebeleid, een sociaal armoedebeleid, een goed welzijnsbeleid. En te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. En te zorgen dat zoveel mogelijk mensen ook echt een baan kunnen hebben. Oké, hey, dankjewel. Graag gedaan. En dan nu Siniak Milieu. Een groen dak heeft alleen maar voordelen. Wat brengt u hier vandaag naar het dakterras van Engels? Nou, elke eerste zondag volgens mij van de maand hebben we zo'n groen dak info. En dit is de laatste keer. En ik wil heel graag een groen dak op mijn schuur, samen met de buren. We zitten met de schuren aan elkaar vast. Dus ik wil heel graag even informatie komen halen. Kunt u uitleggen hoe mensen iets dergelijks kunnen maken? Mensen kunnen het maken door te kijken wat voor dak ze hebben. Dan kunnen wij de uitleg bij geven hoe de sterkte van het dak moet zijn. Wat voor soort dakbedekking erop moet liggen. En hoe je daar dan een groen dak op maakt. Krijgen mensen daar ook subsidie voor van de gemeente? De gemeente Rotterdam geeft een bijzonder goede subsidie, vaak tot 30 euro per vierkante meter. En een heel stuk daarvan komt ook van het waterschap. Ik ga even heel braaf mijn huiswerk doen. Kijken hoe dik de balken zijn onder mijn schuur, om te kijken hoeveel gewicht die kan dragen. En dan maken zij een plannetje met hoeveel erop kan. En dan wil ik graag een mooi groen, blijvend groen dak, dus met sedumplantjes erop. Waarom zouden mensen nou zo'n groen dak moeten willen? Nou, in ieder geval omdat het heel erg leuk is om te zien. Er zijn natuurlijk talloze voordelen. Er zijn eigenlijk alleen maar voordelen op kosten na. Een groen dak die vertraagt de hemelwaterafvoer. En die geeft ongeveer 50% van het water terug aan de lucht. En de temperatuurschommeling van het dak verkleint. Een dak met groen gaat 2 tot 3 keer langer mee. Fijnstof wordt opgevangen en door de productie van zuurstof wordt de lucht gezuiverd. Groen werkt rustgevend en stressverlagend. En het groen dak heeft een isolerend effect. Dan is het zomers koeler in huis en 's winters warmer. Waarom we het aanleggen is vooral dat je schuur er gewoon veel mooier van wordt. Wij kijken vanuit 2 slaapkamertjes de schuur op. En dat is een mooi uitzicht. Dan zo'n kale, plat, grijs dakje. Dus dat is eigenlijk nummer 1. En dan nummer 2 vooral is het de wateropvang. Als je ziet dat bij ons in het complex redelijk wat tuinen direct betegeld worden, denk je, ah, waar moet al dat regenwater naartoe? Dus nou, prima, dat kan heel mooi met zo'n groen dak. Je kan natuurlijk moeilijk zeggen, van haal die tegels eruit, er moeten plantjes in jouw tuin staan. Dat kan niet. Dus als wij dan onze schuur kunnen gebruiken om daar toch weer wat waterberging te kunnen huisvesten, zeg maar, om het zo maar even te formuleren, dan is het natuurlijk hartstikke mooi. Want wij schieten er ook wat mee op. Het is een mooie dak. We hebben vorig jaar de Good & Green Guide Rotterdam uitgebracht.
een duurzame reisgids met alles op het gebied van duurzaamheid. Van restaurants, hotels, maar ook winkels, cosmetica, mode. Fairtrade niet te vergeten, heel belangrijk voor Rotterdam. En onze nieuwste gids, die is net uitgekomen vandaag. Dat is de Good and Green Guide Holland. En de Holland gids is een gids waar ook Rotterdam weer in staat. Toch de mooiste stad van Nederland, mag ik wel zeggen. Maar er zijn zoveel andere steden die ook heel veel mooie duurzame adressen hebben. En daarom hebben wij de Good and Green Guide Holland ook gemaakt. Dus ik wil jullie namens mezelf en de Good and Green Guides van harte welkom heten bij de lancering van de Good and Green Guide Holland. Ja, voor iedereen die toerist wil zijn in eigen land en ook Rotterdam wil bezoeken, die moet het boek eigenlijk openslaan. Ja, het is, de gids is eigenlijk bedoeld voor twee soorten doelgroepen. Zeg maar de bewoners van de stad zelf en de bezoekers van de stad. De gids is in het Engels, dus eigenlijk voor heel veel mensen goed leesbaar en te begrijpen. Dus ook de toeristen van Rotterdam, en daar hebben we er gelukkig steeds meer van hier, die kunnen genieten van alles wat duurzaam is in Rotterdam. Jullie hebben zo meteen een presentatie met de wethouder van duurzaamheid. Waarom heeft u die uitgenodigd? Nou, we hebben van alle steden hebben alle wethouders uitgenodigd om een stukje te schrijven in de gids met zijn of haar visie op het gebied van duurzaamheid en waarom ze dat belangrijk vinden. En met name ook wat de gemeente zelf doet daaraan. En omdat Rotterdam daar al zo ver mee is met duurzaamheid en bijvoorbeeld ook heel veel aan Fairtrade doet. Binnenkort wil de gemeente Rotterdam ook Fairtrade gemeente worden. Hebben we de wethouder ook gevraagd om vandaag het eerste exemplaar van de Good and Green Guide Holland in ontvangst te nemen. Dus de functie van zo'n gids wat mij betreft is er voor de Rotterdammer. Die kan zien, hey, als ik dus duurzaam wil kopen, waar moet ik dan terecht? Of misschien als ik gewoon alleen maar leuke nieuwe dingen wil zien in de stad. Want dat rothip en happening, dat zit er ook nog steeds heel erg sterk in. En dat moeten we er wel inhouden. Maar het is ook iets voor, daarom is het ook goed dat het in het Engels is, voor mensen die als toeristenstad bezoeken. Zijn er nou ook bepaalde stichtingen en verenigingen die erin staan? Ja, de gids is niet zomaar een shoppingguide en het is ook niet zomaar een restaurantgids. Of een, er staan ook goede doelenorganisaties in. Wij zien duurzaamheid niet alleen maar met milieu of alleen maar goede doelen. Maar het zijn ook organisaties die zich echt inzetten voor mens, dier en voor milieu. Dus daar staan ook stichtingen in die zich inzetten voor een goed doel. Dit was Cineac Pietje Bel voor vandaag. Wilt u de aflevering nog een keer terugzien? Ga dan naar www.cineac.tv. Hopelijk tot volgende week. Doeg!